te zien, toch? Ja, dat is wel leuk, ja. Of niet? Of zit je een beetje... Nee hoor, nee, ja, vind ik wel leuk om te zien. Ja, ja, dat is een mooi moment voor mij, dus... Ja, een carrière om trots op te zijn. Voel je dat ook zo? Ja, voel ik wel zo. Ja? Ja, ja, en dat is denk ik ook wel waarom ik voel van dat ik kan stoppen. Omdat ik voel van, ja, ik heb alles wel gewonnen wat ik kon winnen. Je hebt er alles uitgehaald wat erin zat? Nou ja, ik voel wel bijvoorbeeld dat ik nog wel sneller zou kunnen zwemmen. Dus het is niet zo dat ik denk, ik zit aan mijn plafond. Maar ik voel wel, ik zou willen stoppen op mijn hoogtepunt. En dit seizoen was gewoon heel erg mooi. En ja, ik voelde gewoon, het is af. Ja. Ja, dit was natuurlijk een compilatie die door ons is gemaakt. Als jij zelf een compilatie zou moeten maken... of in ieder geval een moment wat er heel erg uitspringt voor jou... wat is dan echt iets wat je zegt van, nou... Nou, er zaten er wel twee zitten er al wel in. Doha was voor mij heel belangrijk. En de EK van mei was... Waar je goud won. Waar ik goud won, inderdaad. Ja, op een individueel nummer. Ja, precies. En dat, ik had geen individuele lange baantitel nog. Dus het is wel fijn dat ik die nog even heb meegepakt. Ja. Dat gaf me wel een bepaald soort rust. Wanneer kwam nou voor jou het moment dat je dacht... Nu is het mooi geweest. Groeit dat langzaam? Borrelt dat? Of is dat ineens een soort van lightbulb moment op een dinsdag of zo? Nee. Ik doe het al zo lang. Ik heb natuurlijk al wel veel vaker gedacht, ik stop ermee. Alleen toen was die gedachte niet sterk genoeg dat ik het echt serieus nam. Of had je nog niet voldoende bereikt om op dat moment te stoppen? Nou ja, kijk... Toen ik begon met zwemmen, had ik nooit verwacht dat ik Olympisch kampioen zou worden. En al dat, dus, maar je wordt along the way word je wel, ga je meer doelen stellen. Dus dan win je het met de estafette. En dan denk je, oh, ik ga het ook in mijn eentje proberen. En dat, ja, dus dat groeit. Ik had ook zonder die titel, had ik ook, vind ik, gewoon met trots kunnen afsluiten. Alleen... Maar wanneer kwam dan het moment dat je dacht van, dit is het dan echt? Nou, dat groeide inderdaad. Dus na de Spelen van Tokio was ik eerst heel erg moe. Heb ik echt anderhalf week in mijn bed gelegen ongeveer. En ik was super moe. En ik ging met tegenzin naar de training. En dat heb ik eigenlijk echt nooit. En toen dacht ik, dit moet ik wel serieus nemen. En dan is het meer gewoon een beetje doorvoelen van, is dit serieus? Wil ik het echt niet? Of ben ik nog moe? En toen voelde ik wel van, nee, ik kan het niet meer opbrengen omdat het gewoon goed is. Ja. Ja. Vind je dat spannend, deze keuze? Vandaag vond ik wel... Ik werd om 3:15 vanmorgen wakker. Dus dankjewel, Vicenzie. En toen werd ik wakker en toen dacht ik... Oh ja, vandaag is een spannende dag. Dus ik ben er wel mee bezig en er komt veel op me af. Ik ben vandaag veel aan de telefoon geweest. En als het dan oud en niet open is, dan is het ook wel echt serieus. Ja, en dan voelt het wel goed? Ja, ik sta er ook helemaal achter. Alleen het is wel... ik krijg ook allemaal lieve berichtjes. Dus vandaag voel ik me dan een beetje labiel, zeg maar. Okay. Oh, ja, dank je. Ja. Dus maar ik sta er helemaal achter. Even.